bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Broski, welkom terug bij aflevering nummer 5 van de FIFA 21 Chelsea Career Mode. Mijn naam is Dwayne Star. En volgens mij zei ik al dat dit aflevering nummer 5 was. Bro, ja, een tijdje geleden terug van weg geweest. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. In deze aflevering hebben wij de volgende wedstrijden. We hebben de wedstrijd tegen Manchester City. We hebben de wedstrijd tegen Arsenal. Wacht even, Everton hoort niet bij de top van Engeland. Nee, dus we hebben Manchester City. Arsenal, dat zijn al 2 hele mooie wedstrijden. En we spelen altijd 3 wedstrijden. Dus, wedstrijd nummer 3. Kijk, dit is tegen Burnley. Ja toch, Burnley. Ja man, in ieder geval. Maar die gaan we niet spelen, want die gaan we sowieso winnen. Dus de volgende wedstrijd is weer tegen Manchester. 2 keer Manchester. 2 keer? En de volgende aflevering hebben wij dan Spurs. Weer Manchester? Oké, en Real Madrid. Oh... Oké. Maar zoals ik al had gezegd in de vorige aflevering, wij moeten de bank gaan versterken. Nou, we hebben wel trouwens spelers uitgeleend die wij kunnen terugroepen, terughalen. Maar ik wil eigenlijk wel Lukaku halen, want Lukaku is natuurlijk nu een speler van Chelsea. Kijk, ik heb ook, er zijn veel andere transfers, heel veel transfers. Trouwens, wat vinden jullie van al die transfers? Ronaldo, terug naar Manchester United. Messi natuurlijk. Naar Paris Saint-Germain. En daar heb ik het over de 2 grootste deals natuurlijk. Maar al die anderen. Luc de Jong. Ihatare. Ik kan wel blijven doorgaan, man. Saúl naar Chelsea. Oh mijn god. Het zijn er gewoon te veel, man. In ieder geval, wat vinden jullie van... Het lijkt gewoon op FIFA transferperiode lijkt het gewoon. Of niet? Maar goed, even kijken. We gaan dus in deze... we kunnen wel... Wacht even. We gaan alvast. We moeten... en ook Camavinga. Hier. Camavinga naar Real Madrid. Het is gewoon niet normaal, man. Ik weet niet wat we gaan doen nu. Want we kunnen eigenlijk... we kunnen wel Lukaku halen. Gaan we gewoon doen. Tussen de 84 en 117. Inter Milan heeft heel veel spelers laten gaan. Heel veel goede spelers, hè. Even kijken. 98,4. Ik had het mis, maar niet uit. Tegenbod. Nieuwe. Ik wil eigenlijk niet zoveel betalen. Want ik ben gierig. Maar we hebben zoveel geld. Dus ik ga bij de volgende. Oké. Weet je wat? We gaan het accepteren. Want we hebben het over mijn favoriete spits. Romelu Lukaku. Volgens mij moeten wij gaan onderhandelen. Dat willen we gewoon laten. Dat gaan we gewoon. Nee. Oké. Nu ik naar dit lijstje zit te kijken, misschien wil ik gewoon gek doen. Hij is geen... Hij is niet meer... Nee, een aanval. Wacht. Ik weet wie ik wil halen. Donny wil ik halen. Kijk, Saúl is ook een speler die ze hebben geleend in ieder geval. Maar ja, ze gaan eens kijken hoe hij presteert. Maar ik ben geen fan van Saúl. Ik ga het gewoon niet doen. Ik doe wat ik wil. We gaan Donny halen, want Donny wordt gewoon Ik weet niet wat ze doen bij Manchester United, maar dat is gewoon echt gewoon niet respectvol, man. Donny, kom maar naar Chelsea en we gaan ervoor zorgen dat je veel minuten gaat krijgen, jongen. Want dit kan echt niet. Dit is Solskjaer. Raak mijn hand niet aan. Wat zeggen ze? 50,7. Weet je wat? We gaan accepteren. We hebben zoveel geld. We hebben nog een speler die we hebben uitgeleend. Dat ga ik gewoon, ik ga even kijken. Want we hebben Zar. We hebben Zar. Wat doe ik? Hier. We gaan hem gewoon terughalen. Ik heb ook een echt gezicht voor... die naam ga ik niet opnoemen. Mark. Ja, man. Tomori of zo. Ja, man. Die speelt nu bij Chelsea. Maar volgens mij... Hebben ze hem gekocht? Volgens mij wel, hè. Maar we kunnen hem wel terughalen. Gaan we gewoon doen. Oké. We gaan beginnen aan de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd is tegen Manchester City. Maar wacht. We moeten... tweede elftal. Tweede elftal. Het is niet anders. Oké, de eerste wedstrijd is tegen Everton. Hebben wij? We hebben Malang Zar nog sowieso niet, want dat is pas januari. Hij is al terug, maar dat... beter. Oké, dan is onze verdediging nu ook meteen een stuk... Waarom is Mendy min 1? Gilmore snap ik, want... Maar Mendy? Hebben we niemand anders? Kante speelt bij het eerste... Nee, we gaan het gewoon zo laten. We hebben misschien... Donny, hè? Maar ja, we moeten wachten. Hij gaat het tweede elftal wel echt sterker maken, Donny. Tweede elftal.
alles staat, als het goed is, goed. Snel simuleren. Ons tweede elftal ziet er nu wel een stuk beter uit met Sar in de verdediging. En we winnen met... Wow, wow, wow. Sar is geblesseerd! Wacht even. Laat me niet te snel... Laat me niet schreeuwen, sorry. Maar dit is niet normaal. Dan ga ik wel Botman halen. Als het 9 dagen... Laat me zitten. Botman, sorry man. De eerste wedstrijd die we gaan spelen... is tegen, nogmaals, Manchester City. Donny... Oh, sorry. Delegeren. Ik wist niet dat je akkoord ging. Heb ik iets gemist? Oh ja, natuurlijk, die transfer ging... Bro, oké, maar eventjes heel snel. We staan op plek 1 met 45 punten. Manchester City wil natuurlijk weer de aansluiting vinden met de top 2. Chelsea en Liverpool. Maar ja, dan moeten ze ons verslaan. En wij staan op 1. Wedstrijd nummer 1. Hier hebben wij de aanvoerder. De Bruyne. Kevin De Bruyne. En hier hebben we Harry Kane, die speelt natuurlijk nog bij Spurs. Dat was een foutje. En dit is wat ik bedoel. Ik wil eigenlijk gewoon pas die transfers doen. Als ze gewoon echt bevestigd zijn. Want hij speelt dus nu gewoon bij City. Maar hij speelt dus gewoon in het echt nog bij de Spurs. Maar goed, het is wat het is. Het geluid staat weer te hard in mijn koptelefoon. Dat is niet fijn. Daar gaat mijn oortrommelvlies ding. Petr Cech, een van de beste keepers ooit bij Chelsea. Oh, gruwelijke kleuren daar, man. Gruwelijk gedaan. Dat doen ze al een paar jaar op rij, hè. Gruwelijke uitenuutjes. Manchester City. Ik moet misschien een video gaan maken van de beste uitenuutjes van de Premier League, man. Oh, oh, oh. Maar ja, dan weet je het al, hè. Want Manchester City is altijd in de top 3. Altijd. Let's get it. Dit zijn de 11 voor Chelsea. Donnarumma, Koulibaly, Van Dijk, De Ligt, Kante, De Jong en de rest. En dit zijn de 11 voor City. En ze hebben Aouar gehaald. En Sterling ga ik misschien weer terug kopen. Want ik had hem natuurlijk in die eerste aflevering. Maar goed, maar nee. Oh, dat is een mooie pas. Het is Haaland, hij mist die bal! Wow, 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 wow. Waarom mist hij die bal? Even kijken, want dat was van heel dichtbij. Even kijken. Dit kan niet waar zijn. Ik heb het gevoel dat FIFA fraude gaat plegen. Yeah, FIFA pleegt fraude. Dit is hem. Dit is hem! FIFA die fraude pleegt. We gaan die wedstrijd niet verliezen. Dit kan echt niet. Dit is FIFA! FIFA, wat doen jullie met me... Emotie! Hier! Wat de... Wat een rare wedstrijd tot nu toe. Kampioen worden... in de Prem. Dat is echt... Dat zou echt heel mooi zijn. Kevin. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé! Wat een slecht schot van de beste spits van de wereld. Of is dat nog, is dat Lewandowski? Want Lewandowski is, hij is wel echt gruwelijk. Dit was echt een slecht schot. Maar ja, Nathan Kane goed verdedigd. Daar is toch de paas. Daar is de paas. En dit keer is het Ederson met de redding. We hebben eigenlijk niet echt iets nog kunnen doen. Maar die kans van Haaland, dat was echt fraude. Harry Kane. Ah, Harry Kane doet dat goed. Hij heeft totaal geen snelheid of iets, maar hij kan dat dus wel. Wow. Wow. Wow! En hier komt Manchester City. Trust me. Oh, pijnlijk. Oh mijn god. Wat? Hé, wat? Wat? Ik zei net, hier komt Manchester... Wat? Hoe ontwijk je zulke dingen? Oké, we gaan dat echt doen. Oké, we gaan het echt zo vieren, Harry. Gaan we het zo vieren, Harry? Sorry. Even kijken, sliding. Deze was mis. Maar deze, die. Ongelofelijk. We staan achter met 1-0 en Haaland werd net gewoon... Nee, dat is niet Haaland's schuld. Fraude van FIFA. Gaat aan. Geen overtreding. De scheids kijkt erna. De scheids keek echt zo van, sta op. Ik wou hem geven op Davies. Hij geeft hem... Wat was dat?
Oh, we zijn niet goed bezig. Oh. Wacht even. Wacht even. Hakimi. Hakimi. Oké, we gaan het rustig aanpakken. Het kan hem toch nooit worden? Waarom? Nee, is het een goal? Kan niet, hè? Maar... 1-0 achter tegen City! Ah, Haaland moest hem geven! We hebben Lukaku nodig! We hebben Donny nodig! We hebben iets nodig! Iemand! Hey! Oh, oké. Nu moet ik kalm blijven. Het is maar een spel. Oké, foutje. Gaan we sowieso afmaken. Keurig afmaken. Mbappé, gelijkmaker. Daar was de fout van Manchester City. We hebben ze lang genoeg onder druk gezet. En de stand is weer gelijk. 1-1. Ik raakte wel een klein beetje gefrustreerd. Het was volgens mij Kevin de... Nee, of Frenkie volgens mij. Of ik weet het niet eens meer wie het was daar. Maar Mbappé doet dit natuurlijk prachtig. Daar gaan we weer. Davies hoort veel sneller te zijn. Haaland. Kan dat ding weg van... Dat ding was in de weg. Dat dingetje was in de weg. Ik kon er niet... Die spelen vals. Maar daar hebben we Hakimi. Daar is het volgende doelpunt van Mbappé. 2-1. Wat een ommekeer. Tweede helft spelen we duidelijk beter. Gelukkig. Dit hoeft niet van mij, Mbappé. Doe maar gewoon die andere. Hakimi met de paas op. Kevin de Bruyne. En dat deed Mbappé geweldig. Hij stapte terug. Want hij zag buitenspel. Dus hij bleef hangen, stapte terug en kon dan de paas ontvangen. Ja, dat is intelligentie. En daar zijn de wissels. Ik moet dat haar veranderen nog van James. Ga ik nooit doen. Tuurlijk verlies jij de bal, Haaland. Kan niet wachten tot we Lukaku hebben. Kan niet... We gaan voor die kaarten, want dit gaan we niet... Nee, we gaan niet verliezen. En niet gelijk spelen. Ik wil niks van dat weten. Ja, oké. Gele kaart? Eigenlijk zou dat wel moeten, hè. We gaan zeker geen kaart krijgen, want dat is gewoon FIFA. Oh! Frenkie? Hij krijgt wel een kaart. Ja, dit was 100% de kaart. Maar ja, normaal gesproken... Wacht even. Daar komt de Fransman Laporte. Oké. Daar zie je mij en Pep. Pep en ik. Oh, nee! Ik heb De Ligt nodig. De Ligt. Alsjeblieft, op tijd. Te laat. Ik was te laat. Ik kon niet wisselen. Oh mijn god. Dit wordt de counter. Ach jongen, jullie weten precies naar wie ik wil pasen. Dat weten jullie. Hier hebben we Torres. Oh, Matthijsje. Einde wedstrijd. We winnen met 2-1. Uiteindelijk. Een zwaar bevochten overwinning. Maar het is ons wel gelukt. Alleen oké, we hebben gewonnen. Dus ik kan niet gaan klagen over dat, die fraude. Van Haaland. Tenminste, van FIFA. Je weet wat ik bedoel, maar we hebben gewonnen met 2-1. Een mooie wedstrijd, toch wel. Lukaku heeft het aanbod geaccepteerd. Dus dat betekent welkom. Welkom terug bij Chelsea. Oké, we gaan meteen door, want hij is er bijna. Maar ja, we hebben eerst de wedstrijd tegen Arsenal. We gaan wel met het tweede elftal, want het eerste zou wel kunnen het eerste. Maar het tweede elftal moet ook minuten maken. Wie kan niet spelen? Oh mijn god, Sarah. Ah, hij kan niet spelen? Ai. Oké, dan wordt het Matthijsje. Wedstrijd nummer 2, dit is Pepe. De Fransman doet het niet echt heel goed bij Arsenal. Is eigenlijk gewoon een miskoop, laat dat gewoon zeggen. Arsenal de afgelopen jaren is gewoon echt steeds slechter gaan presteren. En dan proberen ze elke keer wel spelers te halen, maar dan hebben we Pepe.
Weet je wat ze denk ik moeten doen? Ze moeten gewoon spelers halen die zich al hebben bewezen in de Premier League. Want Pepe is natuurlijk van Frankrijk, toch? Hij speelde natuurlijk gewoon in Ligue 1. Ja, misschien moeten ze gewoon spelers halen die zich al hebben bewezen in de Premier League. Misschien is dat een idee, want ja, ik weet het niet hoor. Het gaat gewoon niet lekker daar zo. Het gaat gewoon niet lekker. En Arsenal is een te grote ploeg met een te mooi stadion. Een bekend gezicht. Oh ja, wij hebben Christensen verkocht aan Arsenal. Hier hebben we Arteta. Arteta, ik snap niet waarom ze jou nog niet hebben ontslagen. Nou, dit zijn de 11. Ja, oké. Okay. Ja, niet onder de indruk. Ja, misschien. Nee, Odegaard misschien. En dit zijn de 11 van Chelsea. Het is tijd. Tweede elftal. De tweede elftal. Eerste aanval. Oké. Op de bal. Voordeel bleef weer te lang hangen. Ik heb daar echt een probleem mee. Ik heb daar gewoon echt een probleem mee. Het duurt te lang. Voordeel duurt te lang. Hij was alweer bezig met een actie. Dit is van te ver, toch? Thiago Silva. Gaan we misschien ook gewoon houden. Nee, hij is van te ver. Hoezo? Mandy met een uitstekende red ik daar niet van. Maar van zo ver hoor je die bal eigenlijk gewoon vast te pakken. Ja, het is een zwabberbal. Ja, ik zag het al. Hij ging naar het midden en toen weer terug naar links. We hebben, wie is dit? Brozovic van Inter. De Ligt. Saka. Bal kwijt aan Havert. Zou je denken? Nee hoor, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Jongens, jongen. Oh my, waarom? Oké, dan niet. We verliezen gewoon weer die. 1-0. Oh, Mandy met de redding, maar ik ben boos. Oké. En dat is een zwak schot van Abraham. Abraham is wel echt een tegenvaller. Ik weet, hij is pas een 79 algemeen. Hey, Wenner. Wenner, wat de... Ik weet het, misschien had ik dat helemaal niet moeten doen, maar... Als je dan zo slecht schiet, met niemand om je heen. Abraham, zag je wat er gebeurde? Hij verliest gewoon de bal. Gewoon van achteren. Geen penalty. En weer... Ongelooflijk. Ongelooflijk. Weer konden we niet bij de bal. En we staan weer achter met 1-0. Dit keer tegen Arsenal. Op bezoek. We hebben elke keer de bal... Elke keer als ik de bal wil afpakken, gebeurt er gewoon iets waardoor ik gewoon... Waardoor we gewoon balverlies lijden of niet eens gewoon de bal hebben. Kijk hier. Bal afgepakt. Hier de bal. En dan meteen kwijt. Havertz! Aangeraakt. Aangeraakt. Wat de actie van Havertz. Abraham. Abraham! Geen kracht. Wel een goede kans. Wie? Jongen, Partey is niet zo snel. Gilmore! Geen kracht. Mason Mount. Dat is geen goede paas, maar we doen het ermee. Oh ja hoor. Oh, wat de... Maar ik wil gewoon even kijken naar die herhaling. Want die herhaling is geniaal. Overname hier van Thiago Silva. Mount. Dit is Mount. Ja toch? Ja. Op Werner. Maar toen dacht ik nee. Ja, hier Werner. En Werner paast hem op Hudson-Odoi. Hudson-Odoi ziet Mount doorgaan. Mount is cruciaal in deze aanval. Helaas. Dat is wel echt... Oh, Havertz. Sorry, Havertz. Maar dat je die niet afmaakt, baart mij zorgen. We staan al achter met 1-0 en ze doen het gewoon weer, hè. Weer een kleine fraude. Wat doe je? Christensen, houd hem gewoon tegen, man. Oké. Okay. Maar kan je ook scoren? Ik krijg die bal niet in. Daar is het doel. Wat? Wat? Buitenspel? Dan laten ze dit zien. Ik wou die herhaling zien. Ja, omdat er geen buitenspel was. Daarom. Daar is Werner. Dat is de aan... En dan als... Dat was zo'n mooie...
aanval. Ik heb nog nooit zo'n mooie aanval. Gewoon alles één keer aanraken. Nou ja, ze hebben Leno. Leno is natuurlijk goed. Tussendoor. En de welkom geven. Het is niet normaal hoor. Ze hebben wel echt dat geluk gewoon. Cedric gaat eruit voor Alonso. Ook een ex-Chelsea speler. Kom op, Abraham. Abraham! Abraham, doepen! Oh, kom op, man. Dat betekent, het maximale haalbare wordt een gelijkspel. Want we... Ze geven ons niet op tijd de gelijkmaker. Dat is wat het is, gewoon. Haaland, kan je wat voor ons betekenen? Alsjeblieft. Abraham gaat eraf. Abraham, ik ga... Ja, waarom zo... Ja. Ja, wat kan ik zeggen? Wel kwijt, hè? Oh, wacht. Daar is de gelijkmaker van Wirtz! Hij doet het toch! 1-1. Haaland met de paas op Werner. Werner met de paas op Havertz. Dat is de Duitse connectie voorin. Ongelooflijk. We kunnen misschien nog winnen. Is het verdiend? Ik weet... Ja, jawel. Want we hadden een hele grote kans. Havertz had een hele grote kans. Ja, ja, Arteta. Oh, mijn jongen, jongen, jongen. Op de bal. Het is de... Ongelooflijk. Twee passes op rij gewoon. Gewoon twee passes op rij. Maar ja, ik ga niet klagen. 1-1 is beter dan gewoon helemaal geen punten maken. We hebben gewoon punten laten liggen. Dat betekent, als het goed is, dat Liverpool weer de koploper is in de Premier League. Even kijken, wat is dit? Donny gaat akkoord. Ja, we hebben Donny binnen. En we hebben, dat was het toch? Donny van de Beek is binnen. En dat betekent, we gaan nu naar de eerste van het nieuwe jaar in januari. Even kijken, bla bla bla, Caballero. Hou op, man. Weet je wat, Caballero, ik heb al meer dan, ik ga je heel eerlijk zeggen, gewoon eerlijk, hè. Ik denk wel meer dan 30 aanbiedingen voor Caballero. Ik heb er minstens 15 geaccepteerd, het lukt maar niet. Dus weet je wat we gaan doen, Caballero, omdat het gewoon niet lukt. Met alle respect... Oh mijn god. Oh mijn god. Wauw, dit is gewoon niet normaal. Dit is gewoon echt niet normaal. Oké, okay. Tweede elftal. Abraham gaan we verkopen. Lukaku is gearriveerd, dames en heren. We hebben ook nog even kijken. Dat was het toch? Ja, oké. Okay. Saar. Ja, nee. Ja, dit is... Nee, nee. Donny. Bijna vergeten. Donny van de B... Jongens. Wie kan beter spelen als centrale middenveld? Ik denk, wacht even. Fysiek. Ik moet kijken naar fysiek. Ja, Havertz denk ik eerder, hè. Ja. Want verdediging. Wie is beter in verdedigen? 47 tegenover. 55 voor Mount. Wat? Dan doen we het zo. Wauw. Kijk het tweede elftal nu. Kijk het tweede elftal nu. We hebben gewoon 3 versterkingen. 3. Nee, nee, nee. Jawel, wacht even. Want de licht speelt natuurlijk niet daar, hè. Zaar, Van de Beek. Lukaku, dat moet ons helpen. Dat moet ons die push geven, ja, om de Premier League te winnen. Deze gaan we simuleren. Maar ik wil even kijken, want de wedstrijd erna, eerste elftal. Oh, we moeten sowieso met het eerste tegen City natuurlijk. Tweede elftal, eerste elftal. Tweede elftal gaat spelen. Ik heb er vertrouwen in. We hebben nu Lukaku. Kom op, man. We hebben Lukaku tegen Burnley. Tegen Burnley. Wat? Burnley. 1-0 maar. 1-0 maar. Wat een frustrerende wedstrijd tegen Arsenal. Laatste wedstrijd van deze aflevering is tegen Manchester City. En volgens mij is dit de Carabao Cup, hè. Halve finale. Wat een wedstrijd tegen Arsenal. Dit is de halve finale van de Carabao Cup. Als het goed is wel. Ja, we hebben al tegen ze gespeeld. We hebben gewonnen. Maar dat was wel echt weer het randje van. Maar ja, we kwamen wel nu bij de wedstrijden tot nu toe op achterstand. Tegen Manchester City konden wij winnen. Maar tegen Arsenal, ja, dat konden wij niet meer goed maken. Maar tegen Arsenal speelden wij met de tweede elftal. Dit is voor de Carabao Cup, ja, halve finale. Dit zijn de elf van Manchester City. Nogmaals, Rodri, speelde hij de vorige keer ook? Ik durf het je niet te vertellen. Ik durf het je niet te vertellen, maar ze hebben wel een mooi elftal. Zeker. Aouar de vervanger van Kevin De Bruyne, 100%, ja.
Dit zijn de 11 van Chelsea. We hebben op de bank Lukaku en Donny van de Beek. Let's get it. Voordeel zo lang, je kan gewoon... Mooie overna... Hey! Nee! Oké, okay. Dat was gewoon een... mooie sliding. Nee, 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 niet doen. Zinchenko voorbij aan Koulibaly. Harry Kane, rechtop Donna. Donnarumma. Kijk eens naar Mahrez. Kijk naar Mahrez. Kijk naar Sterling. Sterling wist wat er ging gebeuren. Oh mijn god. Oh mijn god. Hoezo is dat er... Het is niet normaal. We gaan weer op achterstand komen. Tenzij... Ja, maar de laatste tijd ben ik niet meer zo goed in penalty stoppen. Hier. Ja, Harry Kane doet dat wel slim. Penalty voor City. En het is Donnarumma met de redding. Oh, ho, ho, ho. Haaland. Oh, met de verkeerde been. Mooie kans. Mooie kans. Dat is de pass. Dat is de pass. En daar is Mbappé. Jongen, die duurde te lang, die move. Die actie, die skill move duurde te lang. Oké. Nee, 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 nee. Daar hebben ze toch het doelpunt. We staan weer achter tegen Manchester City. Het is gewoon elke wedstrijd in deze aflevering gebeurd. Elke keer op 1-0 achterstand. We moeten dus nu twee keer scoren. Dit is de halve finale van de Carabao Cup. Ik had gezegd, we moeten alles winnen wat er te winnen valt. Dit is de Carabao Cup. En we staan achter. We staan achter. Ah, Lukaku komt erin voor Haaland. Hier hebben we Lukaku. Eindelijk, kijk eens aan. Terug. Terug bij Chelsea. Kan Lukaku? Kan Lukaku? Kan Lukaku het verschil maken? Ik doe wat ik kan. Ik wou die... Jongen, die actie van De Ligt, man. Hij had al geel. Had hij al geel? Want dan is het klaar voor De Ligt. Kijk waar De Ligt staat, hè. Kijk waar hij staat. 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 Hij pakt hem nu wel. Mbappé, kom op. Weg, weg, weg. Mbappé moet weg. Mbappé is weg. Oké, Mbappé is weg. Mbappé, doelpunt, man. Al dat geld wat ik heb gepompt in het team, jongens. Jullie haten me, hè. Dat ik zoveel geld pomp in het team. Dit is waarom. Het biedt geen garantie. Kijk maar naar City in het echt. Kijk maar naar Parijs. Paris Saint-Germain in het echt. Je kan zoveel geld hebben. Het biedt gewoon geen garantie, man. Mbappé doet het nu wel. Maar ja, we hebben nog één doelpunt nodig. Nog één doelpunt. Daar is hij. Lukaku! Lukaku! Sta alsjeblieft op en vier het. Vier het, vier het, vier het, vier het, vier het, vier het. Oh, FIFA, ik haat deze troep, man. Vier het gewoon, cutscene. Nee hoor, maakt niet uit. Lukaku! Die redding van Ederson was wel echt, echt, echt illegaal. Maar Lukaku doet het gewoon. Lukaku met de winnende in de halve finale van de Carabao Cup. Dit verzin je niet. Lukaku. Oh! Ho, ho, man of the match. Romelu. Lukaku. Hij draaide zo perfect. Dit is... En luister. Denk met me mee, hè. Abraham had dit nooit gekund. Hier, draait weg. Draait gewoon weg met zijn verkeerde benen. Het maakt hem gewoon niet uit. Hij heeft zoveel geleerd in de Serie A. Serie A... Ja, ja, daar verdedigen ze meer en beter dan dat ze aanvallen daar. Dat weten we. Romelu Lukaku heeft Manchester City er persoonlijk uitgegooid. Uit de Carabao Cup. We winnen met 3-1. Waarvan twee doelpunten van Romelu Lukaku, dames en heren. Lekker einde, man. Lekker einde. Zo gaan we even kijken naar de stand.
in de Premier League. Want volgens mij weten we nog... Ja, volgens mij is er niks veranderd. Volgens mij is er niks veranderd. Ja, oké, we moeten... Ja, ja, dit is echt... Ja, we hebben gewoon punten laten liggen. De volgende wedstrijd is tegen de Spurs. Wat een aflevering. Lukaku, my guys. Heeft het gewoon gedaan. Vergeet trouwens niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt dit kanaal echt. Als je nieuw bent en je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan nu op mijn kanaal. Vergeet niet om je belletje aan te zetten. I'm outski. I'm totally sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you.